Sporting krijgt ook een zware klap door het overlijden van Etienne Rogiers. Dat is het drama soms. Je hangt soms van één persoon af. Hoe kun een ploeg gelijk Lokeren zo'n verdette houden als je ze niet kunt betalen? Ze zijn niet gekomen omdat we Sporting Lokeren waren. Hè? Ze zijn gekomen omdat ze uit een land kwamen, het Oostblok en zo, omdat ze zich verbeterden. Emé Anteunis is ondertussen hoofdtrainer geworden. Hij kent de club door en door en werkt al een tijd met de Lokerse jeugd. Financieel had men het moeilijk. En dan ben ik trainer geworden en heb ik al die jeugd, waar ik in die tussen 80 en 85 mee gewerkt heb, praktisch een groot stuk naar de eerste ploeg kunnen overbrengen. Uiteraard was dat heel talentrijke jeugd, want anders gaat dat niet. Bij die Lokerse jeugd de zonen van Jean Bouillou, Didier en Dimitri. In de eerste ploeg hebben ze samen toch furoren gemaakt ook hier. Ik denk dat je het laatste jaar van Emé Anteunis hier, in zijn eerste periode, hebben we Europees voetbal afgedwongen met een gemiddelde leeftijd van 22, 23 jaar. Dus er was toch een brok talent aanwezig. Ik kan er een paar noemen. De gebroeders Versavel waren daar. Angelo Nijskes deed mee. Keshi. Nijskes, Dimitri en Bouillou. Nijskes ook niet weinig in de wedstrijd tot nog toe. En een Bouillou 1-1 voor de neus. En de hand van Laurijsen. Dimitri en Bouillou, hij is alleen door. Amai. Wat is dat hier allemaal? Iedere keer dat er een halve kans is, is er een doelpunt. Dus daar wacht Bruno Versavel. Geen buitenspel, zegt de grensrechter. Kan Versavel het beter dan Schoofs. Een Bouillou pakt over en het is 3-1. Nu is het afgelopen. 7 minuten voor tijd. En let nu even goed op. De tackle van Courant komt te laat en dan stuurt Nijskes 1-2 een enig mooi doelpunt. Let op de vreugde van Nijskes. Lokeren heeft op die moment eigenlijk wel de kans gemist om eigenlijk jaren mee te doen op die moment. Maar uit noodzaak hebben ze 3 jongens moeten verkopen, waaronder ik bij was, omdat er problemen waren financieel. Begin jaren 90 ziet voorzitter Gaston Keppes de toekomst nog rooskleurig tegemoet. Als ik naar tv kijk en als Lokeren op de linkerkant staat, de klassering, daar ben ik altijd tevreden. Ja. Ik zou natuurlijk nog meer tevreden zijn moesten wij aan die linkerkant aan de bovenkant staan. Ja. Maar ik geloof dat ik dan utopisch zou worden. Ja. Zou Lokeren kampioen mogen spelen voor u? Geen enkel bezwaar tegen. Je bedoelt toch een eerste nationale, hè? Natuurlijk. Een eerste nationale, ja. Dat mag. Geen enkel bezwaar tegen. Maar de woorden van de voorzitter hebben geen effect. Het seizoen 92-93 wordt rampzalig. Emé Anteunis is vertrokken. Ik denk dat Etienne Dont nog over heeft genomen. Er is dan die befaamde degradatie naar tweede klasse. Met, wat ik me nog zeer goed herinner, was de mental coaching op het einde van Van de Wallen, de judoka. Die zijn verhalen deed, die daar vertelde over hoe hij zich voorbereidde naar de Olympische Spelen en ook het goud heeft gehaald. Het heeft niet mogen zijn, Lokeren is dan gedegradeerd en dan heeft de voormalig voorzitter Gaston Keppes mij gevraagd om hoofdtrainer te worden. In tweede klasse dreigt een sportieve en financiële catastrofe. Er is crisis op Dagenham. Roger Lambrecht wordt de nieuwe voorzitter. Toen ben ik voorzitter geworden en ja, toen hebben wij daar een beetje onze schouders onder gestoken en een beetje het werk van gemaakt, wat dat er toen op die moment een beetje financieel inbrengt. Maar ik zeg het erbij, we waren met 10. Dus mensen zeggen altijd Lambrecht. Lambrecht was maar één van die 10. Toch heeft Sporting in tweede klasse haar voetbalhelden. Uit Nederland komt Marcel Peper. Op het half uur vrij schop Lokeren. De specialist is Marcel Peper. Buiten bereik van Mertens in de hoek en 0-1. Marcel Peper was iemand die met een actie iets kon beslechten, maar er waren ook wedstrijden waar hij totaal uit beeld was. Maar het was een speler die aansprak voor de supporters, ook door zijn uiterlijk, was direct geïntegreerd in Lokeren. Het was een speler waarvoor het volk naar de tribunes kwam of naar het veld kwam. Marcel Peper was de Peper. Ik denk wel dat de hoop mensen wel naar het spel komen kijken welk voetbal ik speel, weet je. Dat vooral acties maken, 2-3 man passeren, snel uit en voorzet geven. Marcel Peper mag intrappen voor Lokeren. En dat is op een gevaarlijke plek, want die bal is direct daar. Daar is de paal en het doelpunt. Ekakia, na 10 minuten in de tweede helft is Moekroen al serieus op achterstand geplaatst. 2-0. Van dan af haalde Peper alles naar zich toe. Hij ligt aan de basis.
Torken zorgt voor de assist. Ekakia is de opportunist. Een intrap voor Lokeren. Dat is zo goed als een hoekschop natuurlijk. Marcel Peper gaat die trappen. Ekakia kan die nog raken. Torken met de goal! Na 8 minuten spelen, Remco Torken. En daar is Torken vertrokken, de Nederlander. Met de kans aan meteen de goal. Vroeg in de wedstrijd, doelpunt voor Lokeren. Nog geen 6 minuten gespeeld. Remco Torken, de topschutter in de tweede klasse. Ik ben een spits die gewoon van oorlog voeren houdt. En de mannen meesleuren van de achterhoede. En ja, als ik een kansje krijg, dan is het gewoon. Dan moet ik die 100% benutten. Ja, we voelden elkaar blindelings aan. Ja. Ik geloof dat hij ook een goaltje of 26 heeft gemaakt. Waarvan een 20 voorzetten voor mij afkwam. Ja. Dus maar ja, het hele elftal draaide goed. Ik bedoel, als je ze achter ook tegenhoudt en je scoort ze voor, ja, dan win je de meeste wedstrijden. Op KV Kortrijk kan Sporting kampioen spelen en terugkeren naar eerste klasse. Marcel Peper onderschept. Marcel Peper teruggelegd en is Torken doelpunt al meteen. Vroeg in de wedstrijd, nog geen minuut gespeeld, Remco Torken. En daar staan de supporters van Lokeren. En zij vieren al vroeg in deze partij feest. Achter de bal Marcel Peper voor de 0-2 voor Lokeren. Daar komt hij met zijn linker gestopt, bijna nog gestopt door Geert Vermeijeren. Maar de bal gaat er toch in. Heijmans, goed Cossé uitgekapt. Heijmans met de voorzet en dan een own goal. Een own goal van Tony Mols. En Kortrijk is terug in de wedstrijd. Heijmans, strafschop. We krijgen een strafschop. Na een fout van Johan Schoofs op een Penza. En ik denk een terechte beslissing. Het heeft wat geduurd voor die strafschop kan genomen worden. Het is Matthé tegen de Schrijver die stopt. Hans de Schrijver. Dat wordt natuurlijk de held van de wedstrijd. Lokeren pakt de titel. De eerste kampioensviering in 22 jaar kan beginnen. Werden we hier gehuldigd in het stadion en toen zijn we dus met geloof ik een stuk of 15 Mercedes'en met z'n allen door het hele centrum reden. Ja, dat is natuurlijk een belevenis. Natuurlijk omdat 2 jaar daarvoor je bent gedegradeerd en de Hosanna stemming zit er helemaal niet in. En als je dan kampioen wordt, ja, dat is voor de hele stad is het natuurlijk een goede promotie. De tweede helft van de jaren 90 zijn de jaren van Jan Koller. Geen buitenspel van Asek, Koller 2-0. Dat in de 6e minuut. Er is hier tot nog toe nog niks anders te zien geweest dan doelpunten. En Lokeren heeft er in deze competitie...